Welkom weer bij een nieuwe video op mijn kanaal. Mijn naam is Valentino, oftewel Kimova, en we gaan vandaag weer een uurtje Contraband Police spelen. Laten we snel verder gaan en veel kijkplezier. Beste mensen, hier zijn we weer. Oh, ontsnap uit de gevangenis. Je zou moeten overwegen om een gevangenisbewaker in te huren. Oké. Dus dat kunnen we ook nog doen. Oké dan. Ja, dat is wel iets om over na te denken inderdaad. Ik zag weer dat ik nieuwe abonnees heb. Welkom. Dankjewel voor het abonneren, voor het liken, voor het commenten. Maakt niet uit, ik waardeer het enorm. Even kijken. We gaan gewoon beginnen met onze dag. Vertel me eventjes hoe jullie dag was. Ik ben heel erg benieuwd. Even kijken. Wat is er met hem aan de hand? Ik zie niks raars op het eerste gezicht. Geen rare spiegeltjes of zo. Laten we hem trouwens even uitstappen. Gewoon voor het geval dat. Laat het voertuig achter. Dan gaan we hem eventjes controleren. Oh, dit klopt al niet. Paspoortnummer klopt niet. Dan hebben we dit. Dat klopt ook niet. Oh, nou dat is niet goed. Hij komt voor toerisme. Nou, dat gaat sowieso niet gebeuren. Kist met zeep 2 keer en bagage 6. Hij mag trouwens 1520 kilo wegen en zijn kenteken. Even kijken, jezus. 92 Griekse ei. Oké, dat klopt wel. Laten we eventjes kijken hoeveel zijn auto weegt. Oh, we hebben een belangrijk telefoontje. 1350, nou dat is prima. Wat gaan we doen? Ja, we gaan toch die telefoon aannemen. Want het schijnt belangrijk te zijn, dus we gaan dat toch doen. Ja, we gaan de telefoon opnemen en dan... Kameraad, vanmorgen is het lijk van een man gevonden in de herberg onder de dronken beer. Gewoonlijk werden zulke gevallen behandeld door kameraad Sorokin. Oké. En nu? Onze mannen zijn al ter plaatse. Sergeant Bikov zal je kennis laten maken met de details. Wat staat er nou? Geheimzinnige moord. Oh. Praat met de sergeant. Oh, dat is niet hier. Ja, daar gaan we... Sorry meneer, dit is even belangrijk. Neem maar even een bak koffie. Ik ben zo terug. We gaan direct in onze bus en we gaan daarheen. Want ik wil weten wat dat is. Misschien kunnen we er wel geld mee verdienen. Ik weet het niet, maar we gaan er direct naartoe. Even kijken. Hoe kunnen we dan het beste rijden? Oh, dat is heel ver weg. Bijna een ongeluk. Laten we hier dan binnen doorgaan. Even kijken. Dan kunnen we hier af. Ja, dan gaan we binnen door. En dan ben ik wel heel benieuwd wat het nou is. En trouwens, ik zit meteen weer te denken van dat we natuurlijk hindernissen, of hindernissen, dat we hinderlagen kunnen krijgen. Met hele boze mannen. Even kijken, we gaan rechtdoor. En dan gaan we helemaal binnendoor, denk ik. We hebben hier ook het minste kans op hinderlagen. Waar gaan we hierheen? We gaan hier naar rechts. En dan rijden we langs de houtzagerij, zit geloof ik. Ja, dat is de houtzagerij. En dan gaan we hierheen. En dan zijn we er al bijna, denk ik. Even kijken snel. Ja, we zijn er bijna. We gaan hier de weg over. En dan gaan we weer binnendoor. Oh, dit is die winkel hier. Dat is ook handig, want we kunnen natuurlijk een nieuw wapen kopen. Want we hebben geld. We hebben 988 euro in de bank. Dus we kunnen dingen kopen. Oh, we zijn er volgens mij. Wat is dit? Even kijken. Ja. Dan gaan we uitstappen. En dan moet het hier zijn. Ik ga even rennen. Oh, daar staat hij al. Volgens mij moeten we die meneer hebben daar. Dat is de sergeant. Of binnen. Volgens mij is hij het. Ja, sergeant Bikov. Oké, daar gaan we mee praten. Wat is de situatie? Kameraad, het is goed dat je er al bent. Het lichaam werd gevonden door een schoonmaker aan de achterkant. Oh, we hebben een... we hebben een lijk ook. We hebben het gebied beveiligd. Er zijn 6 verdachten binnen. Ze waren hier ten tijde van de moord. Oké, controleer alle aanwijzingen en kom bij me terug. Niemand gaat hier weg zonder jouw toestemming. Oh, dus we kunnen zelf dit onderzoek... Oh, dat is vet. Dat is leuk. We gaan dus mensen ondervragen. Beginnen we met hem. Even kijken. Timur. Timur Kortje... Nou, dat ga ik niet eens uitspreken. Even kijken wat hij zegt. Wat is hier gebeurd? Vond je iets verdacht? De jongens hebben met alle macht hierheen gesleept. Ik zou thuis blijven bij mijn zieke vader. Hij voelt zich de laatste tijd iets slechter. Oké.
Deze schoonmaker lijkt me erg verdacht. Hij keek ons de hele avond vreemd aan en probeerde af te luisteren. Oké. Wie is dit? Yegor. Yegor Saev. We gingen gisteren een beetje te ver met de alcohol, maar er was genoeg te vieren. Oleg was zo blij met de promotie dat hij zelfs een deel van mijn schuld wilde kwijtschelden. Ik heb geen idee wie Oleg dood zou willen. Oh, we hebben hier nog drie mensen. Vasil Morin. Toen Oleg eens eruit gooide, had ik zin om hem te vermoorden. Die verdomde horloge... Oh, dat ging heel snel. Ik kon het niet eens lezen. Waar is de tekst? Hoe moet ik dit nou oplossen dan? Even kijken wat hij te zeggen heeft. Ja. We kwamen hier om Olegs promotie te vieren. We werkten 10 jaar samen. Ik kan niet geloven dat hij dood is. Oké. Ik weet zeker dat die klootzak Saev hem vermoord heeft. Hij heeft een behoorlijke schuld bij Oleg in te lossen. Er is van alles aan de hand hier. Oké, hij is de hele tijd dat rond... Hem hebben we al gehad, toch? Hij is gewoon de hele tijd heen en weer aan het lopen. En hebben we natuurlijk die man nog achter de bar. Laten we hem ook eventjes vragen. Gisteravond kwamen hier een paar gasten van de vleesfabriek langs voor een paar diepen. Ja, dat is drank dus. Totdat de schoonmaker binnenkwam rennen om me te vertellen wat hij gevonden had in de achterkant. Hij was zo wit als een muur. Ze had het lijk gevonden. Oké. Weet je wie ik verdacht vind? Hij. Die Timur. Want weet je waarom ik dat vind? Omdat hij de hele tijd heen en weer loopt. Ik vind dat raar. De rest zit gewoon allemaal op een stoel of... Hij staat gewoon achter de bar en hij is de hele tijd aan het lopen. Even kijken of we wat kunnen zeggen. Oké, dat hebben we net al gehoord. Wie hebben we nou gemist dan? Niemand toch? Ja, dat hebben we ook al geluisterd. Oké, we moeten misschien naar dat lijk toe. Ondervraag de verdachte. Nee, dat moeten we nog steeds doen. Wacht jij eens even. Kijk, dan gaat die tekst weer weg. Dat is vreemd. Even kijken of we dit nu wel kunnen lezen. Die verdorne horloge is al generaties lang in mijn familie. Ik heb misschien een paar woorden te veel gezegd, maar ik zou die schurk nooit pijn doen. Je kunt beter met Timur praten. Hij gedraagt zich... Ja, dat vind ik ook. Hij gedraagt zich inderdaad vreemd. Maar ik heb al met ze toch gepraat nu. Laten we dan naar achter lopen, want ik ben wel benieuwd. Kunnen we met hem iets? Ja? Oh, kunnen we met hem niks? Ja, hier, daar ligt hij. Oh, dat ziet er niet goed uit, inderdaad. Oh ja, oh, hij is neergestoken. Zien jullie dat? Van die sneeën heeft hij. Doorzoek het lichaam. Een horloge, zichtbare initialen VM. Laten we dat meenemen. Laten we even met hem praten. Heb je iets kunnen vaststellen? Die arme man, hij ligt al een paar uur zo. Ik denk dat we eerst het lichaam moeten doorzoeken en dan het moordwapen moeten vinden. Goed dat je een UV-zaklamp bij hebt. Oh, oké, dus we kunnen die UV gebruiken om iets te gaan vinden of zo, denk ik. Maar we hebben nog steeds die ondervraagde verdachte staan. Dat vind ik best raar, want we hebben net toch met iedereen gepraat, denk ik. Ik bedoel, ik mis toch niks, of wel? Jongens, ik kom er net achter dat we hier gewoon nog naar binnen kunnen. Juist, daar is diegene. Ik zit gewoon 3-4 minuten te zoeken. Schoonmaken, juist, hè, moeten we hebben. Wat is er gebeurd? Het was vreemd. Toen ik het vuilnis naar buiten wilde brengen, ontdekte ik dat de deur van dat magazijn op slot zat en dat de sleutels verdwenen waren. Hij is ook verdacht. Schoonmaker. Ik liep een rondje en toen vond ik het lichaam. Eerder had ik gezien dat deze dode ruzie maken met een man met een baret tijdens het kaarten. Oké, we hebben nu iedereen ondervraagd. Ik vind hem verdacht, sowieso. Want hij kan overal bij.
Hier zo, met messen. Hij zit in die keuken. Dus dat is sowieso al verdacht. En ik vind die Timur vind ik heel verdacht. Hij. Die de hele tijd heen en weer loopt. Dat vind ik een beetje vreemd. Maar laten we gaan kijken. Wat het moord... Dat is een mes natuurlijk. En die moeten we gaan zoeken. Want hij is niet neergeschoten. Hij is neergestoken. Dus laten we vanaf hier gaan kijken dan met onze UV... Oh, kijk. We hebben voetstappen. Waar gaan die heen? Naar het moordwapen natuurlijk. Oké, we lopen helemaal door de bosjes nu. En we gaan nog verder. Ja. En waar eindigt het? Het gaat wel ver. Oh, hier. Keukenmes. Komt waarschijnlijk uit de keuken van de herberg. Ja, dat... Oké, we hebben hem. Even kijken. Wat is het moordwapen nou dan? Hebben we hem nou? Dit is hem. Oei, je ziet ook helemaal het bloed er nog op zitten. Oké. Praat met de sergeant. Dat gaan we ook doen. Ik doe even mijn UV-lamp uit. Ja. Oh, we kunnen kiezen. Laat Saya en Morin gaan. Ze zijn onschuldig. Laat Petroski en de barman gaan. Ze zijn onschuldig. Laat Timur en de schoonmaker... Nou, nee. Timur en de schoonmaker vind ik heel erg verdacht. Dus ik vind allebei dat ze onschuldig zijn. Maar laten we dan... Petroski en de barman. Die zijn sowieso onschuldig, denk ik. Ik weet niet of ik het goed heb. Ik hoop dat ik het goed heb. Kameraad, we hebben kunnen vaststellen dat de dood rond 7 uur 's ochtends plaatsvond. Volgens een schoonmaker hadden onze gasten even daarvoor het gebouw verlaten. Ze kunnen niet ver zijn gegaan. Zoek naar sporen van het feest in de tuin. Oké. In de tuin, dus dat is niet daar, dat is hier dan, ergens. Wat is hier dan? Hé, is dat het niet? Wat is dit? Hé, dit is het. Oh, dit is het. Oké, dus we hebben hier allemaal drank staan en eten. Ja, er is hier goed gefeest. Ondervraag de verdachte. We moeten weer opnieuw gaan ondervragen. Ik vind dit wel heel erg leuk, hoor. Oké, daar gaan we weer. Hij is ook aan het lopen nu. Wat deed je om 7 uur 's ochtends? We zaten onder het prieel en de vodka was op. Timur ging naar de bar om een fles te halen en Oleg moest naar het toilet achter het gebouw omdat hij in de bar gesloten was. Oké. En toen? Yegor viel in slaap en ik bleef alleen achter met Nikita. In de ochtend stelde Timur voor om naar buiten te gaan. Ik bereikte nauwelijks het prieel. Ter plekke was ik volgens mij de film kwijt. Vaag. Toen ik wakker werd, zat Oleg niet meer aan tafel, maar we hadden wel weer wat te drinken. Oké, hebben we gehad nu? Dan doe ik Timur als laatst, want ik ben heel erg benieuwd wat hij als laatst gaat zeggen. Even kijken, de schoonmaker. Toen de gasten om ongeveer 6 uur naar buiten gingen, liet ze een vreselijke puinhoop achter. Ik ging naar buiten voor een sigaret en zag een van de gasten naar de achterkant van het gebouw gaan. Volgens mij noemden ze hem Timur. Oké. Toen ik een fles wodka ging halen, zag ik de schoonmaker achter het gebouw gaan. Hij zag eruit alsof hij iets onder zijn kleren wilde verbergen. Oh, dat is ook heel verdacht. Want wat wou hij dan verbergen? Oh, nu weet ik het niet. Of hij het is of die schoonmaker. Oh, dit is heel erg moeilijk nu. Maar mijn gevoel zegt nog steeds dat hij het is. Ik weet niet... Laten we gewoon gaan praten. Even kijken wat hij te zeggen heeft. Oh, ik moet wat besluiten. Oh. Ja, dan ga ik toch weer voor Saya en Morin laten gaan. Omdat ik de schoonmaker Timur vind ik gewoon verdacht. Dus ik laat hun gaan. Ik hoop dat ik het goed doe. Heb ik het goed gedaan? Het is ons eindelijk gelukt het magazijn te openen. Je kunt er alvast een kijkje nemen. Oké, dus we weten nog steeds niet of we het goed hebben gedaan. Het magazijn, dat zat volgens mij hier, die deur. Ja. Dus die is nu open. En dan zou hier dus iets moeten liggen.
maar waar. Ik zie hier niks, hier ook niet. Even de deur dicht. Oh, wat is dit? Oh, KGP-bestanden. 100 euro erbij. Geheime dossier KGP-bestanden. Oké, dat... Oh, we moeten dus nog meer vinden hier. Wat is dit? Kunnen we dit ook? Oh, dat kan niet open. Oké, dit is wel heel erg vreemd. Zit hier niks in of zo? Nee, we kunnen dat ook niet open doen. Hier kunnen we ook niks mee. Wat ligt hier wat we moeten hebben? Die zak misschien? Nee, ook niet. We kunnen niks openmaken. Hier misschien? Nee, ook niet. Er ligt niks achter. Misschien op de grond of zoiets. Oh, misschien kunnen we met de UV-lamp iets zien. Ja, er ligt hier gewoon troep, maar voor de rest niks eigenlijk. Wat is dit dan? Oh, een verdachte brief. Wat is dit? Oh, commandant. Volgens jouw bevel heb ik Oleg Bogdanov onderzocht en zijn connecties met de KGP bevestigd. De verrader zal later vandaag worden gedood. Lang leef het Vrije Karakalistan. Timur. Oh, het was Timur. Het was hem. We hebben het goed. Arresteer de moordenaar. Daar gaan we, jongens. We hebben het goed gedaan. Mooi. En dan gaan we hem nu arresteren. Ik wist dat hij het was. Ik voelde het al vanaf het begin. Nou oké, ik was het, maar ik heb geen medelijden met hem. Hij is gewoon een ordinaire verklikker. Door zijn zulke smerige smeerlap zitten mijn vrouw en vele onschuldigen in de gevangenis. Ja. Oké, we gaan hem wel arresteren hoor. Ik ga hem niet laten gaan. Deze zieke regering zet mensen tegen elkaar op. Ze bieden voor een paar cent voor iemands hoofd. Oké. Ja, zie je, dan krijgen we weer zo'n... arrestatie of afdichting? Ja, we zijn politie. We kunnen moeilijk hem niet arresteren. We gaan hem arresteren, dat moet. De revolutie is al begonnen, je houdt ons niet tegen. Nou, nu wel, vriend. Oh, wat is dit? In een wanhoopstaat haalt Timur een mes tevoorschijn dat in zijn schoen verstopt zit en haalt uit naar jou. Dankzij de snelle reactie van sergeant Baikov kom je ongedeerd uit de situatie, oh gelukkig. De moordenaar, met een schotwond, wordt naar het ziekenhuis gebracht waar hij zijn proces afwacht. Oké, dus hij valt dus ook nog gewoon even aan. Wauw, we hebben 800 euro, jongens. Dat is hartstikke goed, man. Je hebt de kant van de politie... Wat, hè? Wat is er met mijn hand aan de hand? Wat is er met mijn hand aan de hand? Oké, ja, we gaan weer verder met ons werk. Wow, we zitten op 1800 euro ruim. Waar waren we? 1350, juist. Dan moeten we weer zijn... papieren vragen natuurlijk. Er staan heel veel mensen in de rij. Laten we weer kijken. 1520, hoeveel staat er op? 1350, dat is prima. Dan gaan we... Het is voor mij 2 dagen geleden dat ik dit heb gespeeld, dus bear with me. Ja. Even kijken of we iets geks kunnen vinden. Ik zie niks raars. Ik zie wel een lekke band. Sowieso 1. Ik zie een kapotte carrosserie. Lekke band zie ik. Ik zie een kapot licht. Ja, kapot licht. Laten we dat eventjes opschrijven in ons inspectierapport. Lekke band. Ik zie een kapotte ding. En ik zie kapot licht. Wat zie ik nog meer? Hij heeft wel gewoon spiegels. Hij heeft een bumper. Dat moeten we ook controleren. Hij heeft ook gewoon zo'n bumper. Nice. Laten we dit eventjes uitladen allemaal. Net zoals dit. Ja, dank u. En dan zetten we eventjes zijn licht aan. Want ik wil ook even kijken of zijn lichten het doen. Waar kan ik dat doen hier in de auto? Doe de licht aan. Kunnen we namelijk zien of er nog meer kapot is. Aan de achterkant. Nee, daar is er niks kapot. Dan gaan we dit controleren. Hoe deed ik dat ook weer? Oh ja, zo. Hoppatee. En dan kunnen we die doosjes openmaken. Dat weet ik nog. Dan gaan we dit controleren. Zeep 2 keer en 5 keer bagage. Trouwens, we hebben zijn papieren helemaal niet gecheckt nog. Wacht eventjes. Want dit klopte al niet. Kijk, dit klopte niet. En dat gaat dan automatisch. Dit is allemaal goed.
Hoe deed ik dat ook alweer? Kijk, dan staan er van die kruisjes. Zijn foto klopt wel. Zijn vrachtbrief, dat gaan we nu doen. Hoe deed ik dat ook weer? Ah, ja, kist met zeep 2 keer en bagage 6 keer. Klopt niet. Dus dan doen we ook de vrachtbrief een kruisje. Dat klopt gewoon niet. En dan gaat hij niet door. Oh ja, shit. We moeten natuurlijk nog controleren. Oké. En dan hebben we natuurlijk ook nog ons UV-licht waarmee we kunnen controleren. En ik zie niks geks hier. En dan gaan we dat nu bij de auto doen. Want dat moet natuurlijk ook. Laten we kijken in de stoelen. Ik zie hier niks raars. Ik denk niet dat hij wat bij zich heeft, maar goed. Je weet het maar nooit. Deze kant dicht. Laten we het maar gewoon weigeren. Deze man gaat niet door. Dus we gaan een korporaal gaan vragen om zijn spulletjes terug te geven. En dan gaan we hem weigeren. Want hij heeft het niet op orde. Daar komt het eigenlijk gewoon op neer. Dat is alles. Controle voltooid. En dan afwijzen. En dan hoop ik dat ik het goed heb gedaan. Dank u. We zijn trouwens al een tijdje niet aangevallen door de Russen. Of door de rebellenlegers. Die hier rondwalen. Oh shit, ik ben vergeten een kapotte raam te doen. En misschien nog wel meer. Maar hij mag er sowieso niet in. Dus laten we afwachten wat het besluit is. Ja, we hebben het toch nog wel goed gedaan. Maar we hadden wel dat raam even kunnen neerzetten. Of hoe je dat ook noemt. Ja, documenten. En dan mag jij eventjes het voertuig verlaten, meneer. Even kijken. We gaan dit gelijk uitladen. Ja, dit mag ook eruit. Mooi. Laten we dat dan nog niet doen. Ik doe het nu eigenlijk een beetje op de verkeerde volgorde. We moeten ook even namelijk kijken naar zijn papieren natuurlijk. Bagage 4 keer. Laten we even zijn naam controleren. Paspoortnummer. Klopt ook. Geldig tot. Oké, dat klopt ook. Mooi, wat stond daar nou? 1580. Hoeveel weegt hij? 1210. Nou, dat is prima. Niks aan de hand. Dan gaan we dit even bekijken. Van dichtbij. En dan klopt zijn vrachtbrief niet. Volgens mij. Ofwel. Bevestigde lading. Oh ja. Moet je het natuurlijk wel eventjes selecteren. Yes. En dan gaan we weer kijken naar onze vrachtbrief. 4 keer. Oh, het klopt wel. Nou, dat is goed. Dus dan mogen zijn spullen nog niet terug. Want we gaan even de auto controleren. Want we zitten namelijk in de Olympische Spelen. En dan moet alles perfect zijn. Wat zit hierin? Eventjes zijn lichten controleren. Dat is allemaal in orde. Ik zie niks raars. Zit hier nog iets? Ik zie hier niks. Misschien hier. Ik zie geen slangetjes. Want als we een slangenteken zien voor de mensen die net intunen. Dan zit er iets in de auto wat er niet in hoort. Ik zie trouwens een kapot raam. Ja, ik zie een kapot raam. Ik zie ook een kapot handvat. Oh, misschien hoort dat zo. Ik denk dat het zo hoort. Oké, dus dan hebben we een kapot raam. Want, wat staat er namelijk? Het land. Voertuigen met meer dan 3 technische mankementen mogen niet binnenkomen. Nou, dat heeft hij dus niet. Hij heeft alleen maar een kapot raam. En dat is het eigenlijk wel. Dus dat gaan we sowieso even invoeren. Kapotte raam. 1 keer. En volgens mij klopt het dan voor de rest wel. Dan gaan we hem binnenlaten. Ja, we gaan hem binnenlaten. We gaan hem accepteren. Gaat het voertuig in. Oh ja, ik moet natuurlijk de lading terug doen. Sorry. Dat gaan we nu doen. En dan gaan we hem toelaten tot onze streek. En dan hopen dat we dat goed hebben gedaan. Goedgekeurd. Hartelijk bedankt. Jij ook. Tot ziens. En dan gaan we door. Want we hebben natuurlijk nog autootjes. En dan gaan we upgraden straks, denk ik. Want we hebben bijna 2k.
Ik hoop dat ik dit goed heb gedaan. Ja, dat hebben we goed gedaan. 120 euro erbij. Dank u wel. Meneer, u mag ook eventjes uitstappen. Dat is gewoon een routine geworden hier. Dan gaan we hem even controleren. Oh, dat begint niet heel erg goed, Jibran. Dus zijn naam klopt al niet. De geldigheid, dat is wel werk. Wat is hij dan? Hij heeft geen werkpas. Dat moest ook, toch? Of niet? Even kijken hoor. Technische controle, vrachtbrief, voertuigskaart. Nee, er staat niks over. Even kijken. Hoeveel mag hij wegen? 28,90. 22,10. We hebben nog niemand gehad die daar overheen is gegaan trouwens. We gaan dit even uitladen allemaal. En we gaan dat direct controleren. We gaan dat eventjes selecteren. Dan gaan we dat controleren. 4 en 1. 1 valt bier. Dat klopt al niet. En dit klopt ook niet. Dus laten we dat dan meteen eventjes op de inspectierapport neerzetten. En dan gaan we kijken naar smokkelwaar. Ik zie hier niks geks op. Ik zie hier ook niks. Nee, ik zie hier niks. Oké. Dan gaan we deze auto even controleren vanaf de buitenkant. Ik zie geen lekke banden. Dat is niet zo handig. Nee, ik zie geen lekke banden. Zit hier wat in? Nee. Vooraan zie ik ook niks raars. Oh, ik mis een spiegel. Ik mis een spiegeltje. Dat gaan we meteen doen. Want anders dan vergeet ik het weer en dan doe ik het niet. Ik miste een spiegel. Voor de rest zie ik niet. Oh, ik zie een kapot licht. Dat moeten we ook doen. Kapotte lichten. 1 keer. Hij zit al op 2 mankementen nu. En als hij er nog eentje heeft... Nou ja, hij gaat sowieso niet naar binnen. Want het klopt niet. Maar als hij er meer dan 3 heeft, dan kan het sowieso niet. Laten we dan nog eventjes zijn lichten bekijken. Want ook al mag hij er nu al niet in, we krijgen natuurlijk wel geld. Meer geld als we goede dingen doen of als we het goed hebben gedaan. Laten we zijn spullen teruggeven. Waarom ben je nou helemaal daar? Teruggave van de spulletjes en dan gaan wij weer door. En dan gaan we hem ook weigeren. Sorry meneer, Jibran, maar het gaat niet gebeuren. Afgekeurd. Nou, dat weet ik niet. Dat ga ik zo meteen zien. Oh, we krijgen een heel klein autootje. Ik zie al dat die truck daarachter een lekke band heeft. Zien jullie dat? Hij staat helemaal schuin. Deze meneer die kan terug naar waar hij vandaan kwam. Ik zie dat deze meneer al wat vracht bij zich heeft. Eens even kijken. Hebben we het goed gedaan? Ja, dat hebben we. En we hebben 160. Dat is mooi. En we gaan deze meneer laten uitstappen. Laat het voertuig achter. No problema. Jevsei Umitenko. Dat klopt volgens mij. We zijn ook heel moe, want het gaat langzamer nu. Yes, volgens mij klopt dat. Ja. En dan hebben we de geldigheidsdatum. Daar ben ik nooit goed in. Dat klopt allemaal. Oké, hij mag 990 kilo wegen. ASB 9070, even zijn kenteken. ASB 9070, GH. Ja, dat klopt. GH. Even kijken hoeveel hij weegt. Ja, dat klopt. Oké, mooi. Nou, dat is allemaal in orde, meneer. Dan gaan we eventjes jouw lading bekijken. Dat is die, dat is die en dat is die. Dat gaan we even checken. Bagage 1 keer, wasmiddelen 2 keer. Een zak kunstmest. Nou, dat klopt al niet. Vrachtbrief. Dat klopt niet. Gaan we even kijken of hier wat in zit. Zou hier wat in zitten? Nee, er zit niks in. We hebben tot nu toe nog geen smokkelwaar gevonden. Dat is apart. Maar misschien dat we dat nu wel gaan vinden. Even kijken. Zit hier iets? Oh ja hoor jongens, we hebben er eentje. We hebben er een. Oh, op de bumper ook nog. Oh ja, ze konden het ook in de bumper. Oh, hij heeft wel kunstmes bij zich. Oké, dat heb ik dan verkeerd gedaan. Dat klopt. En we hebben hier ook een slang.
Dus deze meneer is, denk ik, de Sjaak. En misschien heeft hij hier ook nog wel wat in zitten. Even kijken hoor. Gaan we even kijken. Nee, dat heeft hij niet. Oké, dus zijn vrachtbrief klopt dan volgens mij wel. Bagage 1 keer, wasmiddelen 2 keer en zou kunnen. Oké. Dus wat we gaan doen, dat klopt wel. Maar ja, hij heeft natuurlijk wel spullen bij zich die niet in zijn auto horen. Deze man heeft heel veel bij zich, denk ik. Even kijken naar zijn lampen. Waar kunnen we dat doen? Het wordt trouwens al donker. Die doen het. En deze die doen het ook. Oké, dus met zijn licht is niks mis. Maar we gaan wel eventjes andere dingetjes doen. Want dat kan natuurlijk niet dit. Oh, we hebben alcohol gevonden. Dank u. Hier zit niks. Zit daar wat? Want ik had al verteld dat ze hier ook soms dingen verstoppen. Daar heeft hij niks. Maar hij heeft wel hier dus allemaal spulletjes zitten. Waar deden we dat ook weer mee? Met een koevoet volgens mij. Hij vlucht. Hij vlucht. Hij vlucht. Pak hem. Snel, snel, snel. Oh, hij gaat er vandoor. Gaan. Dat is niet de bedoeling, meneer. Dat is niet de bedoeling. En we gaan achter hem aan. Ik weet niet hoe ik mijn sirenes aandoe. Het maakt ook geen reet uit. We gaan er achteraan. Hoppatee. Hij is aan het wegkomen nu. Gas erop. Gas erop. We moeten hem pakken. We komen waarschijnlijk ook in een hinderlaag terecht, denk ik. Tegelijk. Hij is heel snel trouwens met dat autootje. Hij is echt heel snel. Oké, deze man die heeft heel wat op zijn kerfstok, geloof ik. Maar we gaan hem wel proberen te pakken. Daar gaat hij. Hij gaat op volle snelheid er vandoor. Laten we in de auto. Hoe doe ik ook alweer dat ding aan? Oh, met H. Ja. Oh shit, ik dacht dat ik hem had. Meneer, stoppen. Dat is niet de bedoeling. Stoppen, stoppen, stoppen. Hij is echt heel snel. Die gozer gaat gewoon wegkomen, joh. Oké, we gaan een pitmanoeuvre doen. Hoppa. We hebben hem. We hebben hem. Dit ga je niet mede, toch? Nee, hij rijdt de andere kant op. Deze man die weet van geen ophouden. Hij gaat er gewoon weer vandoor. En we gaan de andere kant op. Waar gaat dit ophouden? In de gevangenis. Kom op. Gaat hij gewoon vanzelf stoppen? Want je gaat niet wegkomen, vriend. Ja, het is klaar. Ik denk het niet, vriend. Deze man die heeft echt een probleem. Kom jij er maar eens uit. Je staat onder arrest. En hij zit in onze bus. Bezoekers wachten bij de grensovergang. Oh shit. Oh shit, shit, shit. Oh shit. Waar is mijn wapen? Mijn band is lek. Mijn band is lek. Klotezooi, klotezooi. Geef me een headshot, geef me een headshot. Ik ben me echt aan het concentreren, jongens. Ik was sneller. Oké, dus we moeten terug. Ik wil eventjes doorzoeken snel. Even kijken, doorzoek het lichaam. Oh, dat is mooi. Munitie is altijd goed. Ik zie helemaal niks hier. Laten we snel weer teruggaan. We hebben in ieder geval iets. We hebben een lekke band, geloof ik. Ja, laten we teruggaan. Snel de deur dicht. We doen onze sirene uit. En dan doen we onze sirene uit. En dan gaan we zo snel mogelijk terug naar onze grensbos. Waar is dat? Oh, we kunnen helemaal rechtdoor en dan zijn we er alweer. Oké, dat was heavy. Dat was best wel hectisch. Even kijken, we gaan deze weg volgen. En dan gaan we terug naar onze grensbos. Want er staan natuurlijk gewoon mensen te wachten. Ik ben ook al de hele nacht wakker.
volgens mij. We gaan gewoon aan één stuk door. Oh god. Bijna een botsing. Ja, en dan zijn we er alweer bijna. Oké, dat was... Wat is hier? Oh, ik dacht dat hier zo misschien die... dat werkkamp zat. Dat we meteen kunnen afzetten. Want dat moeten we natuurlijk ook nog doen. We zijn er weer. Ja, want dat kan natuurlijk ook gebeuren. Weet je wat ik nou zo jammer vind? Dat nu die auto weg is. We gaan trouwens even die bus laten repareren. Repareren. Dankjewel. Je voertuig is gerepareerd. Shit. Jerrycan met alcohol. Oké, dan hebben we er nog maar twee. En dan hebben we nog alleen maar één bus. Ja, volgens mij hadden we gewoon eerst al dat smokkelwaarde uit moeten halen. Maar ja, hij ging er al vandoor, dus ik kon ook niet heel veel meer doen. Uw papieren alsjeblieft. En waag het om weg te gaan. Je weet wat er gebeurt, hè? Even kijken. Laat het voertuig achter. We gaan eerst kijken hoeveel die weegt. 41,90. Oeh, daar zit je er echt net onder, vriend. Ja. Even kijken, hij heeft twee varkens bij zich. Ja, dat klopt. Maar we moeten dat natuurlijk wel eventjes dubbel controleren. Dat klopt, dat hebben we nu gedaan. En dan gaan we zijn naam even controleren. Even kijken, Simon Batayar. Nou, dat klopt al niet, hij komt er al niet in. Oh, we moeten nu echt alles zelf doen. LMUI, ja, dat klopt. Geldig tot 13 mei 1981. Het klopt al niet volgens mij. Nee, het klopt niet. Jawel, het klopt wel. Het kan nog wel. Oké, wat we gaan doen. We gaan eventjes deze... Want hij heeft sowieso een lekke band. Hij heeft kapotte lampen. Twee keer volgens mij. Of zie ik dat verkeerd? Nee, hij heeft kapotte lampen twee keer. Hij heeft voor de rest... Hij heeft dus een lekke band. Hij heeft twee kapotte lampen. En hij heeft een spiegel hier niet. Dus laten we dat even allemaal invoeren. Want daar krijgen we geld voor. Een lekke band. Hij heeft twee kapotte lampen. Hij heeft één keer geen spiegel. En dan is dat het, geloof ik wel. Ik zie niet echt... Oh ja, we kunnen natuurlijk ook nog naar binnen. Ja, dat bepaal ik zelf wel, vriend. Ligt hier wat? Nee, er ligt hier niks. Even kijken hier. Nee, hij heeft niks. Wat we wel even kunnen doen zijn de lampen. En die doen het. Dus dit is het. Maar hij gaat er sowieso niet in. Afwijzen. En dan is dat dat. Meneer, u zoekt het maar uit. Doe lekker je ding. Het is al laat. Ik wil heel graag gaan slapen. Ik heb een hele drukke dag achter de boeg. Het is genoeg geweest. En doe trouwens wat aan je lampen. Ik hoop dat we dit goed hebben gedaan. Zo niet maakt het geen reet uit, want we hebben geld zat. Gelukkig, we hebben alles goed gedaan. En wat ik nu wil gaan doen... is even kijken. Magazijn. Alcohol. Helaas is dat niet heel veel waard. Dat is op zich wel jammer. Wat wil ik gaan doen? We gaan sowieso die gevangenen wegbrengen. We hebben natuurlijk eentje in de bus zitten. En ik wil wat upgraden. Maar wat gaan we upgraden? Even kijken. We hebben totaal 215 om dit te laten runnen. Deze hele zooi hier. Even kijken. Accommodatie. Dat is op zich natuurlijk wel verleidelijk. Want daarmee kunnen we natuurlijk langer door als we aan het schieten zijn. Ons leven wordt, hoe heet dat? We kunnen langer door. Voor 750 magazijn 1. Hier kun je wapens... Oké, dus we kunnen ons magazijn upgraden. Gevangenis 1. Poeh, dat kost 900 jongens. Ik vind dit heel belangrijk. Dat als we worden aangevallen, dat we dan zeg maar iets kunnen. Maar dat heb ik de vorige keer al gedaan. Toen hebben we dit al geüpgraded.
Oh ja, dit. Een gelukkige winnaar van de bla bla. Gevangenisbewaarde, die gaan we kopen. Die wil ik sowieso hebben. Even kijken, die hebben we natuurlijk ook nog. Oké. Hij heeft een pistool, hij heeft een machinegeweer. Laten we dan hem gaan upgraden naar Poliska. Dat ziet er wel vet uit hoor. Laten we dat doen. En dan hebben we de auto. Even kijken of we daar iets mee kunnen. We zitten nu natuurlijk hierin. We kunnen deze auto nemen, maar ik ga dat niet doen. Want het is een capaciteit van 9, gevangenen 2, 15. Kost minder, maar deze kan veel meer. En ik heb zo'n idee dat we dat echt nodig gaan hebben. Laten we dan de accommodatie upgraden. Laten we dat doen. En dan gaan we zo verder. Dan hebben we al best wel wat dingen geüpgrade. En laten we dan deze gevangenen naar het werkkamp brengen. En dan gaan we daarna pitten. Zet de motor aan. Zet mijn lichten aan. En dan gaan we daarheen rijden. Dus dan gaan we naar het politiestation eerst. Shit, ik zag bijna niks. We gaan eerst naar het politiestation. Want ik wil natuurlijk die spulletjes kwijt die we hebben ingenomen. Ik vind het tot nu toe best een leuk spel. Wat vinden jullie ervan? Laat het even weten. Wat heeft deze man bij zich? Oh, hij heeft dieren bij zich, of niet? Of zie ik dat verkeerd? Ja, hij heeft een koe bij zich. Oh shit. Oh shit, daar gaan we weer, jongens. Oh god, we worden alweer aangevallen. Het is weer zover. Boom, dat is afgelopen. Oh jeetje. Oh jeetje, ze hebben een. Kom op. Headshot, headshot. Oh, hij heeft een shotgun. Hij heeft een shotgun. Hij heeft een beter wapen als ik. Maar het mocht niet baten. Het mocht niet baten. Waar ligt hij? Ze liggen hier. Munitie voor jachtgeweer. Want ik denk dat we dat kunnen verkopen. Net zoals dat. Dit ga je niet menen, toch? Nee. Nee, dat kan niet. Zijn ze er nou weer? Ja, rustig, rustig. Ik ga al weg. Ik ga al weg. Oké, daar gaan we weer. Wat is dit nou voor iets? Waarom staan ze hier stil? Oh shit. Heb ik die bel nog? Heb ik die nog? Nee, die heb ik niet. Even kijken. Hakbel, vuurbel, dat kan ook. Ik snap niet waarom we nou die hele spannende muziek horen, want er is namelijk helemaal niks aan de hand. Oké, mooi. Ja, meneer, ik ga er langs. Oké, we horen nog steeds hele spannende muziek, alsof er iets heel ergs gaat gebeuren, maar er gebeurt namelijk helemaal niks. We gaan deze man proberen in te halen. Oh, dat gaat niet, want hij rijdt net zo hard als ons. Ja. We horen nog steeds hele spannende muziek. Misschien mis ik iets, misschien zat er nog wel eentje in de bosjes, ik weet het niet. Maar we wonnen wel. En we gaan naar het politiebureau. Daar zijn we. We zijn er. We zijn heel aangekomen. We gaan onze spullen afleveren die we hebben. Volgens mij hadden we alleen maar alcohol en dat is niet echt heel veel waard. Maar dat maakt in principe geen reet uit, want het is wel geld. En dat hebben we nodig. Dagelijks kosten 285. Oeh, dat is behoorlijk. Overhandig alle smokkelwaar. Dan krijgen we 64 euro van terug. En als het goed is, heb ik nu een gevangene hierin zit, of niet? Of ben ik nou gek? Jongens, we hadden toch een gevangene, of niet? Oké, nu weet ik het niet zeker. Waarom sla ik op mijn eigen. Waarom doe ik dat? Doe de licht uit. Yes, let's go. Jongens, volgens mij hebben we helemaal geen gevangenen meer in de bus. Volgens mij hadden we dat eerder moeten doen. Oké, nou ja, goed. Dan gaan we gewoon terug naar de grenspost.
En dan gaan we gewoon terug naar huis. Ik rijd bijna de berg op. En ik ben benieuwd of we weer een hinderlaag krijgen. Ik denk het wel. Want het is best wel vaak gebeurd. Meestal als we over deze weg heen rijden is het bingo. En ze hebben ook steeds betere wapens. Deze man net had een shotgun. En wij hebben een gewoon pistooltje. Dus we moeten echt sowieso vandaag of morgen echt geld verdienen en naar die winkel gaan. En dingen gaan verkopen. En een nieuw wapen gaan kopen. Want we moeten nu geloof ik iets van 4 keer schieten voordat er iemand dood is. En dat is best wel veel. En we gaan achteruit. Zit ik goed? Ja, ik zit goed. Niks aan de hand. Oké, jongens, we gaan slapen. Het is zover. Oh, wat een dag, hé. Ik hoop dat je alles voor elkaar... Nou, ja, inderdaad. We hebben dingen geüpgraded. We hebben een nieuwe accommodatie. Dat is dit. Dat is dan heel stuk beter als die verlepte caravan waar we in zaten. En hier zo gaan we lekker in tukken. En dan hebben we morgen weer een nieuwe dag. Een nieuwe dag. Daar gaan we. Yes, let's go. Het kost ons natuurlijk ook weer geld. Ontsnapt uit de politie. Je mag als niet s'nachts... Oké, dus we hadden wel een arrestant in de bus. Vreemd dat je ze niet ziet zitten dan. Of ik was blind. Oké, nou ja, goed. Dat kan dus ook gebeuren. Laten we ons weer focussen op onze nieuwe werkdag. En wat er allemaal gaat gebeuren. Het is nog steeds hetzelfde. En we gaan onze eerste toerist of werknemer of... Ik heb geen idee. Laat het maar komen. We zijn ready. Ik zie geen lekke banden. Nou, dat zie ik inderdaad wel. Ik zie er sowieso één. Ik zie al een kapot licht. Ja, documenten alsjeblieft. En dan mag u ook gelijk uitstappen. Laat het voertuig achter. Dank u. En dan gaan we dat even controleren. Yes, dat klopt. Even kijken hoor. Paspoortnummer, dat klopt ook. Hij komt voor werk. Dit klopt. RCV11. Even kijken of dit klopt. Oh, ik zie geen kenteken. Oké, dit klopt wel, maar je hebt voor geen kenteken, vriend. Ontbrekende bumpers. 1. Toch of niet? De hele bumper is al weg. Ja, de hele bumper is weg. Oké, dus dan heeft hij geen bumper. Hij heeft één kapotte lamp. Hij heeft een lekke band. Sorry dat ik het zo doe, maar ik moet het gewoon zeker weten. Hij heeft geen spiegel hier. Aan de andere kant heeft hij dat wel. Ja. En wat heeft meneer allemaal nog meer bij zich? Even kijken. Ik zie hier niks. We kunnen natuurlijk wel even zijn lampen testen, al weet ik wel dat ze het doen. Want ze zijn nog heel. Ik zie hier niks. Laten we even binnenkijken. Ik zie hier ook niks. Het is allemaal prima in orde. En dan heeft hij 4 technische mankementen. En dat betekent dat hij niet naar binnen mag. Want je mag niet meer als 3 mankementen hebben. Dus hij gaat sowieso niet naar binnen. Afgewezen. Ja, waarom? Ja, het is vervelend, hè? Oh, we hebben hem niet gewogen. Oh, dat zijn we vergeten. Oh, shit. Gaat het nu goed komen of niet? We zijn hem vergeten te wegen. Maar ja, hij mag sowieso... Oh, hij had achter ook geen bumper. Shit, dat heb ik dus niet goed gezien. Ja, 160. Oké. Okay. Shit, shit, shit. Dat ging niet zo heel lekker. Maar dat maakt niet uit, we hebben weer nieuwe mensen. Hallo. Oké, documenten. Dan mag jij het voertuig verlaten. 1 min open, dat klopt. Even kijken, dit klopt ook. Dan hebben we geldigheid. Komt voor werk. Zijn kenteken bij 108 7 RE.
Dat klopt ook. Heeft hij bumpers? Hij heeft bumpers. Hij heeft spiegeltjes. Hij heeft geen lekke band volgens mij. Nee, ik zie niks raars aan de auto zelf. Dan gaan we dit uitladen. Moeten we kippen uit? Nou, laat het maar doen. Je weet maar nooit. Oh, wacht. We moeten hem laden. Of we moeten even wegen. 15-20. Maar wacht even. We moeten hem niet wegen met lading erin. Ja, dit hebben we gedaan. Dit hebben we gedaan. En twee kippen. En dat gaan we even controleren. Wasmiddelen 4, kip 1 en bagage 1. Oké, dat klopt dus. Dat ga je niet menen, hè? Oh, jongens. Daar komen ze, hoor, de Russen. Ze komen er weer aan. Daar gaan we weer. Oh, jezus. Oh, kijk niet hoeveel ze zijn. Misschien had ik toch maar een nieuw wapen moeten halen, jongens. We zitten midden in het gevecht. Het zijn er echt heel veel. Headshot. Laten we gaan herladen. Ik doe eventjes dat lampje uit. Hoppa, die is kapot. En dan hoop ik dat onze mensen allemaal heel blijven. Want dat is wel belangrijk natuurlijk. Nice. Headshot. Je moet je echt concentreren hoor met dit. Want het is echt... Het is echt prutsen met dat wapen. Headshot. Er komen er nog steeds nog meer aan. Want die aanval die duurt gewoon zo lang het duurt. Zeg maar 50 seconden nog. Let's go. Ja, jongens, we moeten echt kijken naar een nieuw wapen als we weer geld hebben. Shit, er komt een granaat. Ga weg daar, ga weg. Oh, dat is... Oh, we hebben er twee verloren, jongens. Oh god, gaan we dit overleven? Oh shit, man. We zijn gewoon twee mensen kwijt. En besef even dat ik hun heb geüpgraded. Dus ze gaan nog steeds gewoon... Had ik hem? Shit, ze komen steeds dichterbij, man. Dat meen je niet. Ze komen echt heel dichtbij, hoor, nu. Oké, dit zijn de laatste. Dit gaat ons heel veel geld kosten, jongens. Ik ben benieuwd hoe dit af gaat lopen, want dit is echt... Kom op, man. Raak hem. Ja, dit is niet goed. We zitten echt in een ziek gevecht nu. Shit, man. We raken iedereen kwijt, joh. Jeetje, moet je kijken hoe vaak we moeten schieten op hem. Was dit het? Nee, ik moet niet... What the fuck? Nee. God, eindelijk. Grenspost. Oké, mooi. We hebben 800. Je personeel is weer helemaal gezond. 200 kostte dat. Gelukkig, we hebben weer geld. Maar wat een aanval was dat, hé. Oké, dit begint nu wel echt heel serieus te worden nu. Laten we verder gaan met de controle alsof er niks is gebeurd. Oh, wacht. We hebben hier natuurlijk ook allemaal nog spullen. Zit hier wat in? Nee. Laten we eventjes aan hem vragen of hij het lading verwijderen. Jeetje. Maar je merkte wel dat ze al, zeg maar, met machinegeweren stonden en weet ik het allemaal. Documenten. Laat het voertuig achter. Hoeveel mag hij wegen? 20, 30. Hij weegt zich... Oké, dat mag. Dat is geen probleem. Laten we even kijken naar zijn naam. Arthur Volkoff. Dat klopt. Dit klopt ook. En dat klopt ook.
Toilet 3, bagage 6. Laten we dat dan eventjes uitladen. Yes, dan gaan we dat controleren. Je weet het maar nooit. Gaan we gelijk op smokkelwaar controleren. Hebben we dat ook gelijk gedaan. Ik zie hier niks raars. Deze kant trouwens ook nog open. Ik zie niks. Dan gaan we dat controleren. Bagage 5 keer. Dat klopt niet. Maar misschien heeft hij nog ergens al... Oh, dan heeft hij het hierin zitten. Wat is dit nou voor iets dan? WC's. Oké. Nou, dan klopt het nog steeds niet. Ofwel. Toilet. Oh ja, wel. Bagage 5. Mis ik dan iets of ben ik nou gewoon blind? Nee. Het klopt niet. Vrachtbrief klopt niet. Oké. Dan gaan we kijken naar smokkelwaar. Zit hier wat in? Doen ze lampen aan? Ik zie hier niks. Laten we even hier kijken, goed. Nee, ik zie hier niks raars. Nee, ik zie niks. De auto zelf ziet er goed uit. Niks aan de hand voor de rest. Maar ja, zijn vrachtbrief die klopt niet. En ik zie hier ook niks raars. Dus... Oh, ik zie een kapot raam. Dat zie ik. Een kapot raam. Kapot raam. 1 keer. En voor de rest klopt het gewoon. Maar zijn vrachtbrief die klopt niet. Dus dat gaat gewoon niet door. En we konden trouwens de wc's open doen. Ja. En er is niks meer aan de hand. Dus dit kan allemaal terug. En dan gaan we hem weigeren. Want zijn vrachtbrief die klopt gewoon niet. Ik hoop dat ik dat goed doe. Zo niet, dan niet. Dan is het jammer en helaas. En ik zie nu dat hij geen voorbumper heeft. Shit. Kan ik dat nou missen? Dat komt gewoon omdat je te snel eromheen gaat. En denk maar niet dat dit makkelijk is, want je kijkt er echt overheen. Op de een of andere manier. Dus ik hoop dat we het alsnog goed hebben gedaan, maar... Oh, 160. Oké, er komt een heel spannend muziekje nu. Hij heeft sowieso een lekke band. Deze ronde gaat niet goed, jongens. Het gaat niet goed. Laat jouw papieren zien. Jij mag uitstappen. Oké, wat ik sowieso ga doen is ik ga al dit doen. Lekke banden. Dan gaan we controleren. Oké, dit klopt al niet. Zijn foto klopt niet. Paspoortfoto klopt niet. En waarom heb ik het idee dat de rest ook niet gaat kloppen? Is dat Ozer? Even kijken. Werk. Koeien. Hij heeft 41,90 mag hij wegen. Dan zit hij er net onder. Hij heeft 1 koe bij zich. Maar dat beest leeft helemaal niet. Oké, wacht even. Dit is heel raar. Ga er alsjeblieft voorzichtig mee om. Waarom denk ik dat er smokkelwaar in zit? Ziet hier smokkelwaar in? Wat is dit voor iets raars? Oké, wacht. Zullen we het doen? Ik ga het doen. Oh, ja, wel. Kat is gelijk. Shit, waarom kunnen we dat niet pakken dan? Oké. Laten we dit dan terug doen. Corporaal, teruggaan van de lading. Ik hoop dat het dan op de grond ligt. Yes, gelukkig. Cocaïne, deze man is er echt zwaar bij nu. En dan heeft hij meer bij zich, dat moet. Oké, ik zie niks. Ik had zo'n voorgevoel bij die koe, ik denk dat klopt niet.
Waar zijn zijn lichten? Of had ik die al aangedaan? Oké, dat klopt wel. En dat klopt ook. Oké, deze man die is sowieso aangehouden, dus dat gaan we ook doen. Je staat onder arrest. Yes. Hoppatee, weg ermee. Nice, dader gearresteerd. En we hebben de cocaïne natuurlijk. En dat is wel wat waard. Dus dan hebben we ook weer een beetje geld. En dan zijn we aan het einde van de dag volgens mij. Tenzij er nog iets is natuurlijk. Wat we niet hebben gevonden. Maar ik denk het niet. Wat is er aan de hand? Ja, maak de inspectieruimte vrij. En dan gaan we naar onze laatste klant. Nice. Dus die hebben we wel goed gedaan. Ik dacht ook al van, zullen we hem kapot maken of niet? We gaan gewoon kijken. Want als je dat fout doet, dan krijg je natuurlijk weer een boete. Het is een heel klein autootje. Ik ga dat er meteen afhalen. Ja. Ja, dankjewel. En dan mag je ook even uitstappen. Laten we dit meteen doen. Dat heb ik net gedaan, ja. Heeft hij nog meer? Zak cement twee keer wasmiddelen. Okay, waar heeft deze man dat zitten dan? Waag het om weg te gaan, jongen. Ik vertrouw het niet. Want dat gebeurde namelijk ook toen met die... Even kijken. Zit hier wat? Nee. En hier zit ook niks. Oké. Dat is oké. Goed kijken nu. Ik zie hier niks. Ik zie geen kapotte dingen. Oh ja, wel. Een kapotte band zie ik. En dan gaan we kijken naar zijn autootje. Ik zie hier niks. We gaan even zijn lichten aandoen. Nee, ik denk dat deze man... Even kijken hoor. Nou, hij heeft geen bumper voor. Hij heeft geen bumper voor. Even kijken. Ontbrekende bumpers één keer. En zijn papieren die klopten volgens mij. Had ik dat nou gedaan of niet? Volgens mij nog niet. Oké, dus dat klopt allemaal. 990, volgens mij hadden we dat ook gedaan. Nee, niet. Wacht, als ik nu dit doe en ik ga opnieuw wegen, wordt het dan anders? Want dat betekent dat dat het eerste is wat we elke keer moeten doen. Ja, het is wel anders. Oké, dus hij mag... Hij mag... Dat klopt wel. Deze man die gaan we doorlaten. Want hij heeft ook maar 2 mankementen wat ik kan zien. Dus hij mag er doorheen. Laten we hem accepteren. Goedgekeurd. Oh, ik heb de kenteken niet gecontroleerd. Ja, goed. Misschien mag hij er nu niet doorheen, ik weet het niet. Ik heb geen idee, jongens. Laten we hopen dat we het goed hebben gedaan. Heb je het goed gedaan? Gelukkig. Oké. Oh, we zitten op 1500. We leven nog. Maar we hebben wel betere spullen nodig. Want anders gaan we dit niet overleven. Dus we moeten gaan upgraden qua wapens vooral. Want jullie zagen hoe sterk ze worden. Jongens, ik ga hem afsluiten voor vandaag. Ik ga jullie hartstikke bedanken voor het kijken. Vind je dit nou leuk om te kijken en denk je van nou, ik wil nog wel meer zien van dit. Of video's op mijn kanaal. Like dan even de video en abonneer mijn kanaal. En dan zie ik jullie de volgende keer weer bij een nieuwe video. Tot dan!